Zoals dat nou eenmaal gaat met verzamelaars, het begint met twee en voor je het weet staat heel je huis ermee vol. Bij Mary van der Zanden uit de buurt Bennekom-Oost is dat niet anders. Haar huis is een museum vol bonte collecties waar ook de buurt van mag meegenieten. Graag zelfs, de wereld is al somber genoeg. Ze komen langslopen, steken een duim omhoog, zwaaien, dan word ik er blij van. Dan heb ik contact met de wereld. Dan zijn er zelfs mensen die aanbellen en zeggen: goh, mevrouw, ik word altijd zo vrolijk als ik langs uw huis loop. Dat zijn voor mij dagen met een gouden randje. Poppetjes, fotolijstjes, kralenkettingen, handtasjes en doosjes. Mary komt muren en kasten tekort om het allemaal neer te zetten en op te hangen. De collectie fleurig en roze heeft ze in haar toilet ondergebracht. Ik hou van kleur. Ik hou niet van zwart, je zult mij nooit in iets zwart zien. Ik hou niet van broeken, dus ik heb nooit een broek aan, altijd jurk. We hebben al zo vaak dat sombere weer. En als je dan een beetje kleur in je kleding of in je huis brengt, ja, dan word je toch vrolijk. Ik word daar vrolijk van. Maar waar je echt niet omheen kunt, is Mary's badeentjescollectie. Uitgestald op haar balkon. Er is geen kind in de buurt dat niet ooit al eens naar boven heeft getuurd als hij het huis van Mary voorbij liep. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik wil ze wel ergens kwijt. Nou, en hier lopen ze dus. Hebben ze ook een naam? Nee, ik heb wel een vreemde eend in de bij. Dat is de kat. Die grote, die vind ik leuk met die bikini aan. Dat vind ik heel grappig. Gaan ze ook mee in bad, de eentjes? Nee, dat is veel te veel werk. De echte verzamelkoorts trekt langzaam uit een lichaam weg als je ouder wordt. Dat begint Mary wel te merken. Ze wil haar kinderen er ook niet te veel mee opzadelen met al die collecties. En voor die eentjes, daar heeft ze al lang een mooie bestemming voor bedacht. Misschien kunnen ze allemaal meegeven in mijn kist.